Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Smoothie.nl voor uw smoothiefiets, Mari Zwembaden en Wellness Swansum en Jong Leren Eten Limburg. Jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Kijk! Ik ben beland in Jordanië, in Petra. En deze oude stad is bekend vanwege haar uitgehakte graftombes in de rotsen. En ik nog wel denken dat Petra gewoon mijn buurvrouw was waar ik naartoe moest. Een schitterende stad in Jordanië dus. Maar heeft iemand van jullie een idee waarom 2000 jaar geleden deze stad zo rijk was? De kinderen van basisschool Meander uit Reuver ondergingen ons kerngezond beweegcircus met allerlei beweegspellen en natuurlijk onze smoothiefietsen. Het werd dan ook een supersportieve activiteit. De kinderen van basisschool De Neerakker uit Heidhuizen hadden een activiteit in het Leudal. Middels een speurtochtwandeling door het bos kwamen ze bij 4 activiteiten. Ze leerden alles over de bever en waterdiertjes, onder begeleiding van de vrijwilligers van Stichting Groen Hart Leudal. Verder waren ze nog actief met een leerzaam schijf van 5 renspel en een echte estafette met hindernissen. Gezond bewegen en gezond gedrag gaan hand in hand in de natuur. Hier ben ik weer met een nieuwe aflevering van Limburg Gezond TV. Dat fruit gezond is, weet iedereen. Ik ben wel eens benieuwd hoe kersen groeien. Vandaag ga ik de vragen aan Thomas Broeks. Hi Thomas. Ha Sue, jij lust vast en zeker wel een kers. Jazeker. Thomas, wat doen jullie hier eigenlijk allemaal? Wij telen heel veel verschillende soorten fruit. We hebben kersen, pruimen, blauwe bessen en peren. Wat doen jullie allemaal met dat fruit? Nou, wij verkopen het allemaal aan de consument. En we hebben een fruithuisje in de kersentijd. We hebben een fruitautomaat aan de boerderij. En we verkopen allemaal aan winkeltjes. Dus als jij naar de groenteboer gaat, kan het heel goed zijn dat je onze kersen eet. Leuk, mag ik mee helpen plukken? Zeker, kom maar mee. Is goed. Kijk Sue, de donkerste kersen zijn het lekkerste, ja. Die zijn ook het zoeteste en als je ze wil plukken pak je ze bij het steeltje en teel je ze voorzichtig op. Oké, nou ik ga het ook eens proberen. Deze ga ik dadelijk gebruiken in mijn smoothie. Zijn dit ook kersen? Nee Sue, dit zijn pruimen. Hoe oud zijn deze bomen? 2 jaar. Oh nee, 4. 4? Hè? Wat bedoel je? Nou, ze hebben eerst 2 jaar bij de boomkweker gestaan. En ze staan nu al 2 jaar hier bij ons op het bedrijf. Interessant. En groeit er aan de boom dan elk jaar nieuw fruit? Zeker, Sue. Wij vertroetelen en verzorgen onze boomtjes heel goed. In de winter snoeien we ze. In het voorjaar brengen we er bijtjes bij, hommels en solitaire bijen. En dan komen er, zoals je ziet, ieder jaar nieuwe fruit aan. Zo, dat klinkt als heel veel werk. Dat is waar, maar wel hartstikke leuk. Zeker. Ja, en dan moeten we ook nog de bomen beschermen tegen insecten en het weer en andere plagen, zoals wit gemaakt voor de konijnen. Anders eten ze aan de stam. En bij de kersen heb je gezien dat we er een mooi dak overheen hebben gemaakt en een mooi insectengaas, zodat de insecten de kersen niet opeten, maar dat ze allemaal voor jullie zijn. Gaaf! Hey, bijen, die heb ik al eerder gezien bij de aardbeien in de kas. Wat doen die ook alweer? Nou, deze bijen, dat zijn metselbijen. Dat zijn bijen die alleen leven. En wij gebruiken die voor de bestuiving, zodat we lekker fruit krijgen. We hebben ook nog hommels. En we hebben nog honingbijen die in een grote kas zitten met 50.000 bijen bij elkaar. Zijn hier ook nog meer dieren? Zeker, we geven de natuur de ruimte.
En daardoor bezoeken ook vaker konijnen of hazen, soms nog wel eens een ree of een varken, onze fruitplantages. Cool! En wat maakt jullie fruit nog meer zo lekker? Ja, Sue, wij knuffelen alle bomen. Dan zal mijn smoothie vast en zeker lekker smaken. Bedankt voor vandaag voor de rondleiding op jullie mooie bedrijf. Tot ziens! Doei doei! Ik ga van deze heerlijke kersen een lekkere smoothie fietsen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Heerlijk! Het gaat vandaag over complimenten geven en complimenten krijgen. En ik ben met jullie juffen, daar zit er eentje, zijn we een challenge aangegaan of het de juffen van groep 6, 7 en 8 lukt om binnen 2 uur tijd ieder kind een compliment te geven. Ik denk dat het gaat lukken, maar het zou wel de eerste school zijn in Roerdalen bij wie dat gaat lukken. Dus ik vraag me af of dat gaat goed komen. Nou, hoe gaat dat? Over 10 minuutjes gaan alle juffen starten. En je ziet dat de juf heeft daar muntjes op tafel liggen. Een rood muntje en een geel muntje. Als de juf jou een compliment geeft, krijg je een rood of een geel muntje. Met het muntje ga je naar het leerplein toe. Daar staat een machine, een complimentenmachine. Lijkt op een kogelballenmachine, maar is geen kogelballenmachine. Stop je het muntje erin, doet die... En dan komt er iets uit. Maak je open, komt er een prachtige button uit. En die button, die maak je vast op je shirtje. Ik ben benieuwd of binnen 2 uur tijd hier op school 104 kinderen van groep 6, 7, 8 met een button rondlopen. Maar we gaan eerst eens even over dit mooie schoolplein lopen, dat ze trouwens aan het verbouwen zijn. En we gaan ouders vragen wanneer zij voor het laatst een compliment hebben gegeven aan hun kinderen. Of misschien wel hebben gekregen van iemand anders voor hunzelf. Wanneer heeft u een compliment gegeven aan deze mooie kinderen? Nou, vanmorgen nog. En waar ging het compliment over? Nou, dat ze goed met mij hebben geholpen met opruimen en alles. Super. En hoe voelt dat als je een leuk compliment krijgt van je mama? Best wel goed, want dat is een soort van beloning. En dat is best wel fijn om te weten, want dan weet je precies wat je goed doet en wat je niet goed doet. Volgens mij gisteren. En waar ging dat compliment over? Dat ze iets moois had gemaakt. Ik denk dat ik zelf wel vrij makkelijk ben met complimenten. Ik denk dat ik vanochtend Jo nog een compliment heb gegeven. De conciërge hier van, het ziet er allemaal goed uit hier, joh. Ik denk vrijdag nog aan een collega van mij. Ja, er gingen wat dingen goed op het werk en ik denk, nou, dat heb je goed gedaan. Dus een complimentje is wel op zijn plaats, lijkt mij zo. Donderdag nog, tegen een collega, dat hij goed bezig was, zeg maar, afgelopen donderdag. Wanneer heeft u zelf voor het laatst een compliment gekregen? Dat is een hele goede vraag. Geen idee. Gekregen, dan ga je je meestal bescheiden opstellen. Ik denk gisteravond nog dat ik mijn vriendin een lekker glaasje wijn had ingeschonken. En ze zei, hey Theo, dankjewel. Ja, dat zal afgelopen week ook ergens een keer zijn. Hè? Dat iets goed ging op het werk en dat dan ook gezegd wordt, nou, dat is goed gelopen. Zo, we hebben nu de ouders verrast met een paar hele spannende vragen. Maar we gaan eens even kijken naar de directeur van deze school. Deze school heeft namelijk een nieuwe directeur gekregen. En we mogen hem even gaan interviewen. Goedemorgen, meneer. Stelt u zelf even voor. Mijn naam is Chris en ik ben de directeur van de basisschool De Beersprong vanaf 1 mei. Een kersverse directeur op deze kersverse mooie school. De Beersprong, een school in de gemeente Roerdalen. En de gemeente Roerdalen is een geluksgemeente. Wist u dat? Nee. Maar als nieuwe directeur hoeft u ook niet alles te weten, hoor.
Daarom zijn we hier met de geluksprofessor en alles wat erbij hoort. Vandaag gaan wij een battle aan met de kinderen van groep 6, 7, 8. Hoe vindt u dat? Heel erg leuk. Ik denk dat geluk een heel belangrijk onderwerp is. En ik vind het ook heel fijn dat onze kinderen daar heel bewust mee bezig zijn. Zeer zeker. U heeft een hele fijne school, meneer. Dat wist u toch wel, hè? Ja, dat weet ik. Dat is de reden waarom ik hier kom werken. Daar word je hartstikke gelukkig van. Het gaat vandaag over complimenten geven en complimenten ontvangen. Wanneer heeft u voor het laatst een compliment gekregen? Ik denk dat ik vorige week heb ik een heel leuk compliment gekregen van een van mijn collega's. Een van de juffen hier. Die vond het heel fijn hoe ik iets had aangepakt. En eigenlijk had ik haar vooral gewoon vertrouwen gegeven dat het goed was. En zij heeft mij het compliment gegeven dat ze dat heel prettig vond. En ja, was fijn. Dus u gaf een compliment en kreeg een compliment terug? Ja, eigenlijk wel. Dat is toch heel erg mooi. En wanneer heeft u voor het laatst een compliment aan een leerling of aan een leerkracht of aan een collega of aan een kind gegeven? Vorige week heb ik even in groep 3 even iets moeten overnemen omdat een collega er niet was. En de kinderen waren echt ontzettend goed aan het werk, maar vooral ook heel goed samen aan het werk. En daar heb ik de kinderen toen wel echt een heel groot compliment voor gegeven. Ik denk dat deze school een hele goede directeur heeft die weet wat complimenten geven is en wat het betekent om een compliment te kunnen krijgen. De volgende keer gaan we kijken of het de kinderen van basisschool De Berensprong lukt om allemaal een compliment te verdienen van hun juf of van hun meester. We gaan dan deze machine gebruiken en hoe het eruit ziet, zie je de volgende keer. Ja, en dan het antwoord. 2000 jaar geleden was de stad Petra het kruispunt van verschillende handelsrouten. En als je als handelaar door de stad Petra moest, dan moest je daarvoor betalen, een soort tol. En daar is Petra, de stad Petra, steenrijk van geworden. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken, blijf kerngezond. En tot de volgende keer. En wie weet waar ik dan ben. Doei! Kerngezond TV is powered by Mari Wansum, Sikon Logistics, Jong Leren Eten Limburg, Ria Joosten Catering en Evenementen, Limburgs Uitje en Aardbeienland, het gezondste land van de wereld.